welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een video die een beetje anders is. Vandaag is het een full face met niks nieuw. Je zult misschien wel denken van wat? Ik maak heel vaak video's met nieuwe make-up. Ik koop vaak nieuwe make-up. Ik krijg veel make-up. Daardoor heb ik dus hier echt heel veel make-up. Heel veel van die make-up gaat ook gewoon niet op, omdat ik dus zoveel heb. Dus, ik had het gezien bij een ander meisje op YouTube. Ik ga een full face doen met niks nieuws. Dus ik ga gewoon make-up gebruiken die ik hier allemaal al heb. Zodat mijn make-up ook een beetje opgaat. Dat klinkt echt heel raar, maar ik wil dat er ook wat make-up opgaat en wordt gebruikt. In plaats dat het hier één keer wordt gebruikt en dan maar gewoon ligt. Dus ik ga vandaag vooral make-up gebruiken die ik al eventjes heb. Of het is al bijna op en dan kan ik het even wat extra vaak gebruiken zodat het opgaat en ik het kan wegpleuren. Het is ook best wel satisfying wanneer iets opgaat, tenminste vind ik. Is dat raar? Ben ik de enige die dat heeft? Dus ik ga vandaag gewoon een full face make-up maken met allemaal make-up die ik gewoon al heb en die ik gewoon vaker wil gebruiken. En ja, zoals ik al net zei, die gewoon op moet. Dus ik denk dat ik ook dit soort video's vaker zal maken. Als je dat wilt, let me know beneden. En geef even een dikke vette like. Want dan weet ik dat je dit soort video's leuk vindt. Ik ga weer vandaag voor een leuke, heftige look. En ja, that's it eigenlijk. Dus vind je zulke video's leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn 4 video's in de week. Lekker veel. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, ik ga vandaag echt wel voor een heftige, kleurrijke ooglook. Want daar heb ik vandaag lekker zin in. Ik heb in de afgelopen paar video's volgens mij echt vooral bruine kleuren gebruikt en zo. Een beetje neutrale kleuren. Maar vandaag gaan we weer voor lekker fel. Een paletje die ik hier al eventjes heb en pas één keer heb gebruikt en zeker vaker wil gebruiken, is mijn Mini Breaker paletje. Kijk even hoe heftig en mooi. Al deze kleuren zijn lekker heftig. Er is vooral veel paars en het zijn echte heftige kleuren. Ik heb hier al één keer een look meegemaakt in een video. Had ik hem toen getest. Het is echt een top paletje en ik wil hem echt zeker vaker gebruiken. Dus vandaag ga ik ook hiermee weer een leuke heftige look maken. Het wordt een beetje een kleurrijke smoky look. Dus we gaan weer snel inzoomen op de ogen. Ik ga weer primen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Deze is ook echt al bijna op. Ik gebruik die echt super vaak. Alleen dit is wel echt een product waarvan ik niet wil dat die opgaat. Want ik gebruik die echt like elke dag in elke video ook. Dus als die opgaat ga ik zeker weer gelijk een andere halen. Ik ga beginnen met de oranje kleur in dit paletje. Die heet Orange Crush. Deze is mat met hele lichte glittertjes erdoorheen. Ik breng die aan met een platte fluffy kwast. Deze is van de nieuwe Standard collectie, hun oogkwastenset. En deze kleur ga ik aanbrengen hier zo in de binnenste ooghoek. Ik ga vandaag best wel hoog, helemaal tot aan mijn wenkbrauw. Want het wordt echt een heftige kleurrijke smoky eye. Dan ga ik in met paars. Deze mooie matte kleur hier. Die heet Purple Punch. Die is gewoon helemaal mat. En die kleur breng ik ernaast aan. En dan ga ik in met de matte roze kleur. Super mooi. Die heet Bubblegum. En die kleur breng ik dan als laatste zo hier aan in de buitenste ooghoek. Dan pak ik een schone fluffy kwast en dan ga ik over de randen om het een beetje te blenden. Zo, dit is dan de look. Het is apart, but I like it. Ik wilde vandaag weer gewoon een leuke, extravagante Instagram look maken. Als mascara gebruik ik mijn kleine Benefit Bad Girl Bang mascara. Deze heb ik al een tijd en ook al heel veel gebruikt. Dus volgens mij is die echt al bijna op. En dan kan ik hem gewoon wegpleuren. Volgens mij is die al op. Deze mascara is echt zo goed. Zelfs voor mijn mini wimpers gebeurt er iets, zoals je kunt zien. Echt amazing. Weet je wat het is met mij en mascara? Omdat ik toch altijd nep wimpers opdoe, vind ik het altijd een beetje zonde om veel geld te investeren in een goede mascara. Als ik geen nep wimpers zou opdoen en ik had gewoon prachtige naturel wimpers, dan had ik zeker de grote Benefit Bad Girl Bang gehaald. Maar omdat ik toch altijd neppe wimpers opdoe, ja, vind ik het altijd een beetje zonde om dan €28 te betalen voor een mascara die je niet eens ziet. Als nep wimpers gebruik ik mijn Primark wimpers. Deze ga ik even opdoen en dan kom ik zo weer terug. Oké, we zijn weer een beetje
uitgezoomd. Ik vind de ooglook echt leuk. Oh my god, het is super heftig. Ik ga zo meteen weer mijn acryl laten doen. Ik denk dat ik gewoon oprecht zo ga. Ik denk echt dat iedereen op straat mij gaat aankijken van oh my god. In ieder geval, we gaan even beginnen aan het gezicht. Ik ga mijn gezicht primen. Ik heb hier mijn Garnier L'Or primer. Zoals je kunt zien is die al bijna op. Hij lag zo, dus nou is hij hier een beetje omhoog gegaan. Maar deze is bijna op, dus ik wil hem even wat vaker gaan gebruiken. Zodat hij gewoon opgaat. En ik hem hier kan weghalen uit mijn la. Want mijn la is echt way too full. En dit ding is echt super groot. Heeft echt super veel plek in beslag genomen in mijn la. Als foundation heb ik mijn Benefit Hello Happy in de kleur 6. Ik heb kleur 6 en kleur 4. Kleur 4 gebruik ik wanneer ik op mijn wits ben. En kleur 6. Nou, nu, want ik ben nou een beetje bruin. Deze ook echt al vaak gebruikt. En ik gebruik mijn fantastische NYX spons. Mensen die video hebben gemist. Deze is echt amazing. Als concealer gebruik ik mijn Infallible Concealer. Deze is echt al bijna op, dus ik wil hem even opmaken. Ik heb hem in de kleur Latte. En ik wil vandaag ook een beetje cream contour aanbrengen. Dus ik gebruik mijn Revolution Fast Base Stick in de kleur F14. Dat is een mooie contourkleur. Ik vind mijn voorhoofd dus echt te groot. Kijk, ik vind dus dit stuk vind ik te veel. Als nou mijn haargrens tot hier zou kunnen gaan, tot aan die contourlijn, dan had ik gewoon zo'n mooi kleine voorhoofdje. Nou voel ik mij altijd zo groot daar. Als poeder gebruik ik mijn Huda Beauty poeder in de kleur Pound Cake. Deze is helaas bijna op. Dit is ook weer zoiets waarvan ik niet wil dat hij opgaat. Want hij is duur en het is mijn favoriete poeder. En I like it. Dus ik wil niet dat hij opgaat. Maar ja, hij is bijna op. Hi. Ik maak video zo. Oké, ik werd even gebeld. We zijn nu 20 minuten verder. Altijd wanneer ik word afgeleid, terwijl ik mijn video maak, ben ik ineens helemaal... Ik wil nooit worden afgeleid wanneer ik in mijn video zit. Ik ga nou poeder contouren met mijn NYX paletje. Ik moet echt even een ander halen. Echt, de kleur die ik altijd gebruik is echt bijna op. Echt, ik ben nou echt aan het forceren nog. De dop is ook eraf. De klep waarmee die dicht gaat, die is ook kapot. Dus it's a mess. I know jongens, maar ik ga weer deze kleur gebruiken. Ik vind het gewoon altijd zonde wanneer ik iets wegdoe en het is niet echt echt op. Maar ik denk dat ik nou wel een beetje uit overdrijf ben. En dan als pressed poeder, zoals gewoonlijk mijn Benefit poeder in de kleur 2. Dit is ook weer zo'n product waarvan ik niet wil dat hij opgaat, maar deze is binnenkort op jongens. En dan een beetje MAC Fix Plus. Oké, ik ga verder met de ogen. Ik doe even een fel roze lippotloodje van de Pri in mijn waterlijn. En dan ga ik alle drie de kleuren die ik hier heb aangebracht ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Maar ik ga het omgekeerd doen. Dus ik begon hier met roze en die gaat nou in de binnenste hoek. En dan een paars en dan die oranje kleur gaat in de buitenste hoek. Dan ga ik ook nog in met de glanzende kleur hier. Deze ook echt prachtig. Die heet Oral. Kijk hoe mooi en heftig die swatcht. Kijk hoe mooi. Deze wil ik misschien aanbrengen hier in de binnenste ooghoek. Ik hoop dat dat mooi gaat zijn. Ik maak me kwast nat met MAC Fix Plus. Ik hoop dat die licht genoeg is. Oeh, I like it. Het had wel iets lichter gemogen, maar maakt niet uit. We gaan er gewoon vol voor. Dan weer een beetje mascara op de onderste wimpers. Oh mijn god, deze look jongens. Super heftig. Ik ga mijn gezicht lekker veel bronzen met mijn MAC Give Me Sun poeder. Want officieel is dit geen bronzer, maar gewoon een poeder. Maar ik en heel veel anderen gebruiken hem als bronzer. Als blush gebruik ik mijn Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. Dit was echt een tijdje terug vroeger. Echt een favoriete blush van iedereen. En ik vind hem nog steeds echt toppie. Als highlighter ga ik voor mijn Butter Highlighter van Physicians Formula in de kleur Champagne. Deze is ook bijna op. En ik ga die kleur ook gewoon aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. Om het, ja, ik weet niet, iets meer te laten glanzen ofzo. En iets lichter te maken daar. So, I love it. Deze is echt zo mooi. I love the glow. Oké, dan de lippen. Ik ga het vandaag heel nude houden, want de ogen zijn echt too much. We gaan vandaag voor een roze nude kleur. Als lippotlood gebruik ik mijn MAC lippotlood in de kleur Whirl.
Ik gebruik mijn Maybelline Matte Ink Matte Liquid Lipstick in de kleur 5 Loyalist. Zal ik het gewoon vandaag mat houden? Ik wil altijd ingaan met een lipgloss, want I love lipglossjes. Ik hou niet zo van mat, maar nee, ik vind de kleur iets te licht om het mat te houden. Ik ga even met mijn Fenty Beauty Gloss Balm in de kleur Sweet Mouth. Die is ook zo heel mooi lichtroze. En als setting mist gebruik ik mijn Morphe X Jeffree Star Setting Mist. Die is ook echt al bijna op. En dan is mijn heftige overdreven look klaar. Oké, mensen, wat vinden we ervan? Het is echt een super, super heftige look. I know, het is absoluut niet draagbaar. Maar ik vind het wel heel leuk voor Instagram. Of als je naar een kleurrijk feestje gaat. Een festival, whatever. Voor dat soort dingen vind ik zo'n look echt wel leuk. Hij is ook eigenlijk best wel makkelijk. Het is gewoon een smoky eye met maar gewoon 3 kleuren gewoon naast elkaar. Ik vind het echt heel leuk. I like it. Ik ben blij met hoe het is geworden. Ik ben ook heel blij met mijn gezichtsmake-up. Alle make-up die ik vandaag heb gebruikt, sta ik ook echt achter. Het zijn allemaal fijne producten. En I like it. En ik ben weer blij dat ik vooral een aantal producten weer heb kunnen gebruiken. Zodat ze ook een beetje vaker worden gebruikt en ik er een beetje doorheen ga. Dus ja, ik vond het weer heel leuk om de video te maken. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn er eindelijk. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Als je meer video's wilt zien van mij, ik plaats er hier nog 2. Ik plaats ook mijn hoofd hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!